Zo'n 150 kilometer ten noorden van Berlijn werd in het begin van de Tweede Wereldoorlog vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück gesticht. In 1939 kwamen de eerste vrouwen en meisjes aan in het kamp. Zij werden te werk gesteld in de Siemensfabrieken en hebben onder dwang de weg aangelegd die naar het concentratiekamp toeloopt. 92.000 vrouwen hebben Ravensbrück niet overleefd. Twee van de gelukkigen die er wel levend van afkwamen zijn Stien Spier en Ann Berendsen. Beiden werden vanwege hun verzetsdaden in het kamp geplaatst. De oorlogstijd loopt als een rode draad door hun leven. Sinds 5 jaar heeft Stien Spier de taak op zich genomen om jongeren in het kamp rond te leiden, om hun ervan te laten doordringen dat de gruwelen die toen gebeurd zijn nooit meer mogen gebeuren. Scholieren van 3 Herengewaardse middelbare scholen en een Berlijnse school bezochten deze week samen met de 2 vrouwen het kamp. De eerste indruk was een muur, die muur die toen in onze verbeelding veel hoger was. En een vrachtwagen met vrouwen met allemaal kale hoofden, want die gingen op verrecommando, dus die hadden ze maar kaal geschoren, konden ze niet weglopen natuurlijk. Maar konden ze toch niet? Ze hadden toen in die tijd niet genoeg kleding. In het begin zal er wel orde geheerst hebben in zo'n kamp, maar wij kwamen daar in september 1944 aan en het kamp was overvol. Er was ten eerste geen eten genoeg. En geen sokken. En dus ik had een eind. Dat heb ik met een speld heb ik aan elkaar vastgemaakt. Zo had ik dan toch een soort broek. We hebben vreselijk veel kou geleden. Ik heb een stuk pakpapier bemachtigd. En dat droeg ik altijd op mijn rug voor de kou. Ja, want van die hele dunne vlonderjasjes aan, zo'n streepjasjes. En het was ontzettend koud, geen sokken, geen kousen maar natuurlijk. Maar jij had toch geen streepjasje, hè? Ja. Had jij niet waar die stukken uit gehaald nee, waren? Oh. Nee. En dus het was vreselijk koud. En je kreeg dan ik had een etenspannetje. En diezelfde veiligheidsbelt later, die had ik hier vastgemaakt en daarmee in het politie gehangen. Want had ik tenminste mijn handen vrij, kon ik nog enigszins warm. In 1997 begon Stien Spier met het rondleiden van jongeren in het kamp. Zij wil op deze manier laten zien waar geweld toe leidt en dat geweld niets oplost. Ook met een blik op de toekomst. Het doet mij helemaal niets om daar rond te leiden. Ja, omdat je weet dat het nodig is, laten we het zo zeggen. Ergens zit er toch natuurlijk altijd wel iets in je wat misschien toch wel, zonder dat ik het weet, iets emotioneels doet. Maar het is nodig en dat is belangrijk. Leven erg wat ze hebben meegemaakt. Ja, het is gewoon eigenlijk onbegrijpelijk omdat het gewoon erg is dat het gebeurd is, dat ze dat die mensen aandoen. Je kan, als je erover hebt, kan je er geen beeld van maken of zo, want je weet al wat er gebeurd is, maar als je dan zelf bent, dan zie je eigenlijk pas hoe erg het is. Want je kan je niet indenken wat die mensen mee hebben gemaakt. Ja, nou ja, je kent natuurlijk niet voorkomen hierdomen. Nee, weet ik niet. Ik snap niet dat mensen zo wreed kunnen zijn om zulke dingen te doen. Nee, ook niet. Het is gewoon niet normaal als je mensen gewoon alleen om hun geloof of wat dan ook vermoordt. Ja, ik heb heute eigenlijk mijn 16. Geburtstag, maar normalerweise feiert ja man bij sowas, maar wenn man dan hier is, dan is het eigenlijk ja, bedrückend. Also man denkt über die Sache nach und was passiert ist und das ist einfach nur traurig. Also ich weiß nicht, ob das dann Menschen sind, die sowas tun, denn ich denke, Menschen haben ja normalerweise ein Gewissen, aber solche Leute haben meiner Meinung nach kein Gewissen. Zowel Stien Spier als Ann Berendsen werden door de Duitsers in het kamp geplaatst vanwege hun illegale werkzaamheden. Stien Spier is, voor zij werd opgepakt, een aantal keer door het oog van de naald gekropen.
Ze werkte bij de illegale pers en kon op het nippertje ontsnappen doordat haar vriendin alle schuld op zich nam. Ik zat 's morgens tegen haar gezegd, mijn man is gearresteerd en we hebben een inval gekregen. En toen hebben ze een schrijfmachine die wij gebruikt hebben, we ze meegenomen, want er werden stencils opgetikt. En ik heb toen gezegd, kom op Tieneke, het wordt te gevaarlijk, we moeten zorgen dat we wegkomen, we moeten onderduiken. Maar Tieneke moest nog een paar dingen doen en later. En ik zeg, kom nou toch. Maar ik ben toen met mijn zoontje naar beneden gegaan en lag hem in de kinderwagen. En dat ik op de hoek stond, toen zag ik het wagentje van de SD aankomen en voor onze deur stilhouden. En zij werd meegenomen. En ze is gelijk eigenlijk vanuit de gevangenis heel vlot naar Ravensbrück gestuurd. Was ook bij een van de eerste vrouwen die daarheen gestuurd is. Want ik zag dat wagentje van de SD. Dus ik denk, daar gaat ze. En dan denk ik dan als ik in Ravensbrück toch nog steeds weer aan haar. Hè, die dus in Ravensbrück aan tyfus gestorven is. Want er zijn zoveel mensen aan die ziektes en ook een buikloop gestorven. En dan denk ik daaraan. En toen ik voor het eerst in Ravensbrück kwam en hoorde dat ze dood was, toen heb ik gehuild. En ik denk er nu nog altijd aan als ik in Ravensbrück ben. Dan denk ik, Tieneke, aan jou heb ik mijn leven te danken. Ja, en toen ik in 1944 met twee Joodse onderduikers die bij een huis waren, door verraad gepakt. En ik kon mijn kinderen zomaar moeder geven, want ik woonde daar dicht in de buurt. En toen zijn wij meegenomen. Jongens hebben het niet overleefd, het waren twee Joodse jongens, dus die hebben het niet overleefd. En je denkt er toch altijd aan. Dat is logisch. Dat zijn dingen die hebben een ingreep op je leven. Net zo goed als dat ik op 4 mei nooit ergens anders heen ga als eerst naar de Oosterbegraafplaats. Want mijn man is in Soesterberg gefusilleerd. En in de Oosterbegraafplaats is hij herbegraven met 18 verzetsmensen. Ik ben opgepakt in Oosterbeek. Wij waren op weg naar mijn verloofde en ik op weg naar Engeland. Want wij zaten in het verzet in de Achterhoek. En ik was in Haarlem, maar sorry voor onderduikers en voor geld en zo. Maar ik moest toen op een gegeven moment ook onderduiken, omdat Kees was bij de marechaussee. En die moest een Amerikaanse piloot naar een gevangenkamp brengen, die naar beneden was gekomen. En dat heeft hij toen niet gedaan en heeft met de burgemeester erover gesproken. En hij is toen gaan onderduiken met die piloot samen. 7 SD'ers zijn toen bij ons thuis geweest en hebben gezocht, maar ze hadden hun lesje geleerd, dus ze wisten precies wat ze zeggen moesten. Mijn moeder zei, het kind loopt altijd weg. En ze zeiden, nou, ze komt wel weer terug enzovoort bij de artscommandant. Maar ik ben toen ook onder gaan duiken in de Achterhoek, maar het werd steeds gevaarlijker, want er was razzia op razzia en Kees ging nog mee met distributie overvallen. En dan werd weer van die dorpen werden uitgegaan, dus we waren 4,5 jaar verloofd. Toen zouden we dus naar Engeland met zo'n pilotenlijn en dan zouden we in Engeland trouwen. En toen is dat ook verraden geworden. En toen later is dat allemaal opgepakt, ook 24 man. En de leider van die knokploeg, dat was ook een marechaussee uit Rotterdam die ondergedoken was, Zwarte Kees. En die heeft zich verscholen in een kippenhok. En die hebben zien dat kippenhok hebben ze doorzeefd met kogels, maar dat is... zijn allemaal gefusilleerd en liggen op de zeeweg in Overveen begraven op het Herenkerkhof. En daar gaan we natuurlijk ook ieder jaar naartoe. Als je jong bent, zoals wij, dat besef je het niet. Ja, je begrijpt het wel, maar echt beseffen doe je het niet. Als je zoiets hebt meegemaakt, dan bekijk je het toch heel anders. Dan zie je de prioriteit er ook veel meer van. Alles is gebouwd, die ovens die komen toch ergens vandaan, die zijn niet uit de lucht komen vallen. Ze hebben toch alles gebouwd, het zijn dan toch wel mensen geweest die het wel flink mee eens zijn geweest. Te overleven is om hoop te hebben,
gewoon, maar steeds denken, we komen er wel doorheen. Dat is een van de meeste manieren om er doorheen te komen. En goed met elkaar te kunnen converseren en al die dingen meer. Dat het een hechte groep wordt waar je dus samen het kan overleven. Want ik heb bij je één gehad, die zei altijd, Tien, als wat met jou gebeurt, dan ga ik naar je ouders. En als wat mij gebeurt, ga je naar mijn ouders. En dan zei ik, dat Lientje moet je horen, we komen er doorheen. Maar als je zo gaat denken in een kamp, dan ga je onherroepelijk dood. Dan laat je vaak de moed zakken. En dan kan je niet tegen de gevaren en de gruwelen die in een kamp zijn op. En dat heeft haar ook het leven gekost. Wij waren toen we uit Vught kwamen heel fier. We hadden, in Vught hadden we blauwe overal. En we hadden blauwe hoofddoekjes met witte stippen. En toen wij dus ook in de beestenwagons van Vught werden geladen, waren we wel vol met die waan, maar we konden erin. En wij dachten, nou, je krijgt ons niet klein, want wij waren nou uit vier. We konden ook heel wat hebben. En toen we dus in Ravensbrück kwamen, en we hadden brood uit Vught vandaag, dat gooiden we daar mensen op, want die hadden honger, want die stonden met de handen erop om te wachten. Maar ja, wij zagen wel die grote ringen, maar ach, wij zagen op dat moment niet wat er daar achter die muren was gebeurd. En we werden, toen wij in Vught kwamen met onze blauwe overals, op kolengruis gezet. En we hebben daar een dag, tot een nacht en een dag daar moeten zitten, voordat we naar binnen konden komen. En daar zijn we, dat was vlak voor de dooiengang, dus we zagen al die dingen wel. Toen werden we toch wel een heel klein beetje, ja, wat zou ons nou te wachten staan? En toch, ondanks dat we dus in de barakken kwamen en waar we met z'n zessen in de bed lagen, werden er toch nog malle dingen uitgehaald. Want ik had een vriendin en dan gingen we van de een naar de ander en zeggen, ga ze vertellen, wat gebeurt er nou? Ga even kaart leggen voor ons. Ja. Je had van die malle dingen die er gewoon gebeuren, maar je zag op dat moment niet nog het ergste in. Dat heb je naderhand geleerd. De overlevering aan de altijd op de loer liggende dood bracht bij veel vrouwen een oerangst teweeg. Er zijn gebeurtenissen die Stien Spier en Ann Berendsen altijd bijblijven. Bij de mars die Stien Spier met andere vrouwen liep naar een trein voor transport, waren twee vrouwen zo zwak dat ze niet verder konden. Ze waren ten dode opgeschreven. We hebben ze aan de kant van de weg moeten leggen en we hoorden dus naderhand wel eens de schoten. We zijn er niet bij geweest, maar toen wij ze neer moesten leggen, twee vrouwen, omdat ze niet meer konden lopen en de kant van de weg moesten liggen. Er was er eentje bij, die had van die mooie bruine ogen. Ja. En die keek me aan, dat vergeet je nooit. Nee. Die ogen, die vergeet ik nooit. Dat is heel logisch. En wij moesten toen doorlopen. En we waren even verder en ik hoorde de schoten. Toen vlogen de vrouwen ook mee elkaar en toen zeg ik, nee jongens, er is niks aan de hand, ze gaan naar het ziekenhuis. Want, nee, er is niks. Ja, maar ik zeg, je hebt iets anders gehoord. En we zijn toen door moeten lopen, weer verder met het hele kolonne mee, want dat ging achter elkaar door. En toen we dus naderhand in open kolenwagons werden geladen en in Porta Westfalica aankwamen, toen werden die twee als vermist opgegeven. Dus toen wist je dat ze dood waren. En dan zie je de vrouwen toch elkaar om de nek heen vallen en dan was het toch huilen. Ja. He? Want toen wist je wat er gebeurd was. Maar je gaat toch weer verder. Het leven gaat verder door. En het leven om te blijven leven en door te zetten, want je wil allemaal toch proberen om het leven eruit te komen. En helemaal omdat je wist dat je op vlucht was. Ze kwamen opzetten. De Russen kwamen van één kant, de Engelsen en de Amerikanen kwamen van de andere kant. En dan zeiden we altijd, het is zo afgelopen. En die tocht die we maakten, had ik er met eentje erbij. En dan, dit hield ons op de been. Joke Bottomey heette, ze was schilderes. Die illustreerde kinderboeken. En zei, Joke, kijk daar eens. Af en Joke zei, we zien, kijk daarheen. En dat hield je op de been om je af te leiden van allerlei dingen die er gebeurd zijn. Ja. En dat is logisch. En dat zijn van die dingen dus die een mens in het leven houdt om elkaar toch weer op te peppen. En zo gebeurt het ook. Ja, ik, ik,
toen in lijsten afgeroepen werden om op transport te gaan naar Zweden. Toen was ik de eerste, mijn meisjes namelijk Droog, die afgeroepen werd en was bij het dode straatje. En daar kwam net zo'n uifkar allemaal met lijken aan, met de naakt natuurlijk, met een groot nummer op en de ogen nog wijd open. En toen kwamen er anderen bij, Anneke, niet kijken, niet kijken. Dus ik keek naar beneden, maar daar lag er in een kist met zulke grote ogen. Dat zijn onschuldige dingen. Maar ja, toen ging ik tot de vrijheid tegemoet natuurlijk. En het is heel erg, want dat beeld zit toch eigenlijk nog op je netvlies. Nou, wij hebben er toch nog niet, waren we bevrijd hoor, in Port-Westfalica. Want toen de Engelsen weer opkwamen trekken, toen werden we het hals over kop weer uit het kamp in hele dichte bierbrouwerswagons geladen. En dat ze zeiden, er is geen plaats, er is geen plaats, en de kolf van het geweer, en werden er nog meer aan. Wij hebben toen, er waren wel heel veel wagens, want we zaten met heel veel, daar waren wij, met nog een vrouw zaten we voorin, dat was Tineke Wieboud, en ik zaten vooraan, en die dingen werden gesloten. En toen zei ik tegen de mensen, als we niet praten, hou jullie kleding aan. Hier zitten gaatjes in de bodem, daar krijgen we lucht door. Ik wist dat het niet was. Maar ik moest dat toch zo zeggen. Want waarom? Als een wagen gaat rijden, als je van school geleerd hebt, wordt de lucht afgesneden. Maar als ze dat niet weten en je hebt de illusies dat er wel lucht komt, dan maak je geen paniek. Want in de andere wagons is ook in één wagon paniek uitgebroken. Er zijn wel 10 vrouwen zijn daar omgekomen. Wij hebben toen dus op een gegeven moment flink tegen de muur, tegen die deuren aangeschopt. En er kwam een afzeeër in en die zegt al, stikken jullie allemaal. Want dat was eigenlijk de bedoeling, dat alle mensen uit de kampen om zouden komen. En toen op een gegeven moment was er schijnbaar een van de weermachtsbewaking. En die deed voor ons die deur een klein beetje open. En er ging zo'n stuk touw of zoiets omheen. En toen zag je de blauwe lucht, zag je zo, de dam zag je zo eruit gaan. Ja. En toen hebben wij, 10 keer hebben ze ons vastgehouden. En wij zijn tegen die deuren aangetrappen. En dat was maart. Toen gingen die deuren helemaal open. En dat doet je ontzettend goed, want wat zag je? De hei waar de kleine bloemetjes al, of de weide waar de kleine bloemetjes erboven kwamen. Het gaf iets van vrijheid, maar die wagon die reed en je kon niet weg, want je zat er toch in. En toen kwamen wij dus een vallensleeuw aan en daar werden we weer uitgeladen in de fabriek. En daar hadden we luchtalarm. En bij ons transport zaten 2 meisjes, 2 Hongaarse. Ook dat vergeet je nooit. Wij moesten dus bij het luchtalarm in zo'n schuilkelder gaan. En dat was net of je in een douchecel kwam. En dat meisje, dat was toen, dat ze uit Auschwitz was gekomen, was dat een meisje ongeveer van 14 jaar. Maar was nogal tamelijk groot en had zich heel groot gehouden. En was arbeidsveer geweest. En is met de zuster dus moest bij ons werken. En ze neemt aan de weerskanten van die lucht waar we in moesten, hield ze vast. En zei, nee, ik ga niet, ik ga de gaskamer niet, ik wil niet dood. En toen zei ik, Hester, of we zo doodgaan, of zo doodgaan. Dat maakt toch niks uit meer. Kom, ga met me mee. Want het is luchtalarm. En toen kwam er weer machtsbewaking. Toen hadden we op dat moment. Hij zegt, ik ga met jullie mee. En toen is ze meegegaan. Maar als je dan de angst ziet van een mens. Dat zijn dingen die komen altijd wel weer terug. En daarvoor ga ik ook altijd naar Ravensbrück. Om dat te vertellen. Wat er aan de hand is geweest. Dat is het belangrijkste. Ik heb gezegd, dat is mijn opdracht. En dit is voor Anne ook precies hetzelfde. Het is de opdracht om dat door te geven. Dat zijn een van de belangrijkste dingen.